het zonnetje niet zien schijnen. Meneer, zou u uw voeten van de tafel af willen halen? Meneer, zou u uw voeten van de tafel af willen halen? Nee, meneer. Hé! Hey. Raak me nooit aan, hè? Begrijp je dat? Ben je vrouw niet? Mocht je wel willen. Meneer, we hebben voldoende bewijs om u voor de komende 10 jaar op te sluiten. Oh ja? Ja. Welk bewijs? Alsjeblieft. Dankjewel. We hebben het daar over 10 koude jaren, dus als ik jou was, zou ik hem oppakken. Weet u dat uw vrouw een niks belastende verklaring tegen u heeft afgelegd? Mijn vrouw? Ja. Mijn vrouw is een junkie. Wat heeft zij nou te zeggen? Uw vrouw heeft ons anders wel alles verteld over Pablo en uw connecties met Cuba. En je akkefietje met Omar. Omar. Omar is verleden tijd. Omar zal jij zeer binnenkort waarschijnlijk gaan zien. Want we hebben hem opgepakt en hij zit in de cel en wil het zo graag met je delen. Uit betrouwbare bron hebben wij eigenlijk vernomen dat jullie niet meer de beste vrienden zijn. Als jij ons helpt bij het oprollen van de organisatie van Omar, loop je over 3 jaar weer buiten. In de zon. Omar en ik zijn vijanden. Mm-hmm. Dat gaat nooit werken. Andere plannen? Het is heel simpel. Je gaat naar binnen, je plaatst een zender en je gaat weer naar buiten. Een zender? Ikke? Die het plaatst? Zijn jullie gek geworden? Denken jullie dat het een fantasiewereld daarbinnen is? Weet jullie fucking niks van zaken doen? Nee. Huh? We praten over fucking kogels. Huh? We praten over moordenaars. Ja? Oké, hier staat er samen in. Succes. Willen jullie nou zijn vrouw laten aankleden? Wat een fucking vrouw! Zijn jullie gek geworden? Oké, dus even voor de duidelijkheid. Je naam is Chantal Kastelein. Je bent een escortdame, dus gedraag je ook zo. En hou vooral rekening met de situaties die zich voor kunnen doen. Een escortdame? Ja. Konden jullie niks beters verdienen? Heb je je zender bij? 1, 2, 1, 1, 2. Horen als dame, bedoel ik. Horen als dame. Een vrouwenstem. Je bent een escortdame. Oké? Okay? Ik weet niet wat de fuck ik naar binnen ga. Dan kan jij even goed toch naar binnen gaan. Waarom moet ik dan naar ik binnen gaan? Ik ben voor nu even de man. Wat zie je er mooi uit. Ik ben Chantal Kastelein. Een hele goede avond. Je hebt me besteld om 9 uur en hier ben ik dan. Nou, niet slecht voor de eerste keer. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Je gaat naar binnen, je plaatst de zenders, kom direct naar buiten en wij wachten hier. Dan ben ik klaar. Dan ben je klaar. Dan ben ik klaar. Finito. Ja. Succes. Succes. Ik ben benieuwd. Chantal. Verre klootzak. Hallo. Hey, kom maar binnen. Oké. Wil je dat ik mijn hakken aanhoud?
Nee, nee. Zet ze daar maar neer. Oké. Ik heb dit voor je. Oh, wat is dat? Dat is een schort. Dus trek je kleren maar uit. Dan kan je deze meteen even aantrekken. Oh, wil je me direct laten koken? Nou, ik heb wel een bijzondere smaak, ja. Ik kan heerlijk koken, dus ik heb zeker wel jouw smaak. Ik ben kok geweest vroeger. Dus ik kan echt wat lekkers voor je maken. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Kom even dichter bij me zitten. Oh, lekker. Pinda's. Oké, hou je van noten? Nou, doe je mond maar open. Stel het je op begonnen! Amateur!